De regering heeft ingestemd met een Grand Krutu met het inheems traditioneel gezag. Dit liet minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren weten in de Nationale Assemblée. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, zal ook betrokken worden bij de Grand Krutu. De bewindsman brengt weer in herinnering dat de regering na de incidenten op Peking Saron op 2 mei nog dezelfde dag heeft vergaderd met de FITS en het traditioneel gezag. Ook ten aanzien van beschikkingen voor het traditioneel gezag is ook besproken door de minister Van Ros. Een van die issues die men daar had aangehaald was het grondrechtenvraagstuk. En uw collegevoorzitter heeft ondertussen deze wet ook in behandeling genomen. Er was ook gevraagd naar een Grand Krutu tussen de regering en het inheems traditioneel gezag met de FITS. En hierop is ook aangegeven dat de regering instemt daarmee, maar dat we toch wel tijd nodig hebben om deze Grand Krutu te organiseren. De bewindsman wijst ten aanzien van het strafrechtelijk onderzoek van wat zich afspeelde op 2 mei erop dat hij in samenspraak met de procureur-generaal heeft afgestemd welke informatie gedeeld mag worden met het groter publiek. De bewindsman kan niet meer vertellen dan dat er 6 aanhoudingen zijn geweest bij deze actie en dat 2 personen het leven hebben moeten laten. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond, dus inhoudelijk mag ik ook niet zoveel daarover zeggen. Er is wel een gerechtelijk vooronderzoek gevraagd door de PG aan de rechtercommissaris en daarmee is men dus nu nodig. Ten aanzien van wapens die in beslag zijn genomen, er zijn ook 2 handgranaten aangetroffen. Dat onderzoek naar de herkomst wordt dus in samenwerking met het Nationaal Leger uitgevoerd, Defensie. Ten aanzien van de continuering van de dialoog met het traditioneel gezag, is de regering, dus de president en de vicepresident, zijn voornemens om binnenkort, spoedig, in dialoog te treden met de gemeenschappen van Peking Saron en Powaka. Enkele DNA-leden hebben aangegeven dat er vanuit de regering meer uitleg nodig is van wat zich precies gebeurde op 2 mei in Peking Saron. De regering moet nog ingaan op deze vragen.